Als je om je heen kijkt, zie je ze allemaal staan. Al die mensen staan hier elke week, 52 weken lang, op kamp. Vrijwillig van Kampel is het hart van de organisatie. Zonder vrijwilligers kunnen wij helemaal niet bestaan. Ik heb een buddyproject dit jaar gedaan. De infobalie. Ja. En zo af en toe wat hand te spannen. Senioren, daar zijn een hoop last van. Maar hij blijft vrolijk. En hij doet het iedere keer weer. Philip, hartelijk dank. Dankjewel. De tweede man die ik wil bedanken is Arthur Willemsen. Arthur Willemsen is de voorzitter van onze jeugdcommissie. Die heeft een tropenjaar gehad, zou ik maar zeggen. Maar die verzorgt de organisatie bij de jeugd op een hele bijzondere manier en dat is echt goud waard. Dus ik wil hem heel bijzonder danken en bij deze zeg ik dat hier. Er zijn ook een paar mensen die afscheid nemen. Masha en Astrid zijn beide bij ons vanaf 2006 in de rol van trainer, coach, coördinator en in allerlei andere rollen. Blijven gelukkig bij ons dus. Bij deze, die krijgt van ons een vrijwilligersveld. Dan geef ik nu graag het woord aan Jan Willem. En dit jaar was er iets heel bijzonders waar wij mee vooraan zijn gaan lopen en dat in allemaal uw voordeel is. En die mensen willen we vandaag ook huldigen. Hij staat mij nu te filmen, dus hij weet zelf nog niet waar het over gaat. Maar Kampong TV is denk ik een fenomeen dat in hockey hier nog niet gezien is. Kampong betekent een hele hoop gezelligheid. Een verlengstuk van je familie. Op zaterdag en zondag. En de rest van de week.